Ja, hoe voelt het om weer terug te zijn bij Quick Boys? Nou ja, ik ben hier geregeld. Mijn eigen kinderen, 3 zonen, voetballen hier. En ik ben zelf ook betrokken bij de jeugd als hoofd van de onderbouw. Dus ik kom hier vaak. En het voelt altijd goed om hier weer te lopen. En ik ben enorm trots natuurlijk dat we aankomende zaterdag hier op Quick Boys de eerste kampioenendag mogen organiseren. Waar ontzettend veel sporters met een beperking komen. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten tot zaterdag. Maakt dat deze zaterdag extra bijzonder? Ja, dat maakt het heel bijzonder omdat ik enorm veel aan sport, aan voetbal te danken heb. En een van de redenen waarom we deze tak, dit gedeelte van het goede doel ondersteunen, is dat ik vind dat ieder mens recht heeft om te sporten. En zeker ook mensen met een beperking, of dat nou geestelijk is of lichamelijk. En vandaar ook dat we deze dag wilden organiseren. En ik ben heel trots en blij dat we dat samen met ons team en onze partners kunnen realiseren. En meer dan 600 sporters, zoals ik net al zei. En ik kan eigenlijk niet wachten om iedereen aan het werk te zien. En dat nog op mijn eigen sportpark, waar ik zelf groot ben geworden. Dan maakt dat wel je enorm trots. Als je met Feyenoord geen kampioen was geworden, was zaterdag dan hetzelfde gevoeld? Ja, nee. Kijk, uiteindelijk moet je dingen los van elkaar zien. Ik ben blij dat ik die ambitie waar heb kunnen maken. Maar ik zal aankomende zaterdag ook weer enorm trots zijn dat we weer een nieuw doel hebben weten te realiseren met de Dirk Kuyt Foundation. En het is alleen maar prachtig dat we dat hebben kunnen realiseren. En het is mooi dat alle kampioenen, ook de kampioen Feyenoord en de kampioenen van aankomende zaterdag, allemaal bij elkaar komen. Dus het wordt hier aankomende zaterdag een dag met heel veel mensen die kampioenen zijn. En zien we je ooit nog terug op het veld van Quick Boys? Nou, zeker wel. Alleen niet als speler. Maar Quick Boys is een club waar ik enorm veel aan te danken heb. En zij weten ook als geen ander waar ik kan, probeer ik de club te helpen en te ondersteunen. En met mijn ervaringen zoveel mogelijk goed advies te geven.